Financiële instellingen moeten ernaar werken dat iedereen beschikt over een bankrekening. Dit zal helpen het financieel verkeer te normaliseren en de dienstverlening van banken te vergemakkelijken. Dat is het streven van het ministerie van Financiën, de Bankiersvereniging, de Vaste Commissie van Financiën in de Nationale Assemblée en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Momenteel heeft 70% van de volwassen bevolking een bankrekening. De overige 30% moet nog aangesloten worden. Minister Armand Achaibersing heeft een gesprek gehad met de eerder genoemde actoren. Er zijn voorstellen gedaan hoe de dorpen in het binnenland en de goudsector op het bankwezen aangesloten kunnen worden, zodat iedere burger deel is van een gezond financieel systeem. De banken moedigen daarnaast iedereen aan om zoveel als mogelijk giraal geldzaken te doen. Zeker voor bedrijven kan dat 2 tot 5% kostenbesparing opleveren.